zijn we straks allemaal allergisch voor brood. Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, welkom. Wat leuk dat ik wat mag gaan vertellen over een vraag die zoveel mensen bezighoudt op deze wereld. Zijn we straks allemaal allergisch voor brood? Er wordt heel veel verteld over brood. Je zou dik worden van brood, je zou er ziek van kunnen worden. En dat zou zijn omdat er gluten in zou zitten. Het zou allerlei effecten hebben. Maar er zijn zulke gekke tegenstellingen. Als je kijkt naar de recente aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, van de Europese Voedselwaakhond EFSA of de Nederlandse Gezondheidsraad en het Voedingscentrum, dan bevelen ze allemaal aan om vooral volkorenbrood te eten. Omdat je dan minder ziek zou worden. Je zou een betere weerstand hebben. Hoe kan dat nou? Want volkoren wordt bijna altijd van tarwemeel gemaakt. En in tarwe zit gluten. Dus hoe kan het nou zijn dat voedselautoriteiten zeggen, je moet volkoren eten met gluten daarin, dat is goed voor je. Terwijl anderen van het dak schreeuwen dat dat niet goed zou zijn. Nou, ik ben heel lang in het wetenschappelijk onderzoek. Ik heb heel lang een passie ontwikkeld voor alle stofjes die in voeding zitten, in termen van, word je daar nou ziek van? Of maak je dat nou juist gezond? En als je daar ziek van wordt, kun je die stofjes eruit halen en word je daar gezond van, kun je wat meer van die stofjes in de voeding hebben. Ik heb ook geleerd dat door de industriële en technologische revolutie er enorme veranderingen hebben plaatsgevonden. We maken ons voedsel vandaag de dag heel anders dan 50 jaar geleden. Totale verandering. En de manier waarop we ons voedsel maken, telen, kweken, oogsten, transporteren en in producten stoppen met levensmiddeltechnologische oplossingen is zo anders dat je ook daar kan zeggen, ja, leidt dat niet tot verandering in samenstelling waar je mogelijk intolerant voor wordt. Nou, in dat kader heb ik de eer om een groot internationaal researchproject te leiden. Wel on wheat heet dat. En er staat een vraagteken achter wel on wheat. Kun je goed in je vel zitten na het eten van tarwe met een vraagteken? Want het blijkt dat sommige mensen intolerant zijn voor stofjes die in tarwe zitten. Net zo goed als sommige mensen allergisch zijn voor pinda's eten of maagzuur krijgen na het eten van een paprika. Voedselintoleranties komen voor bij sommige mensen, maar lang niet bij iedereen. Maar er wordt geweldig veel geroepen over granen. En voordat ik daarop inga, wil ik jullie graag een paar vragen stellen. Wie van jullie gelooft dat oude granen gezonder zijn en een betere voedingswaarde hebben en ook duurzamer zijn dan het wereldwijd zo breed geteelde broodtarwe? Wie gelooft dat de oude granen gezonder zijn? Geen vingers? Eentje, een klein handje, daar een handje, daar een handje. Sommige mensen geloven erin. Nou, ik ben in landen geweest waar heel veel mensen daarin geloven dat oude granen beter zijn. En hoe zit dat nu? Nog een vraag. Wie van jullie eet liever wit brood dan volkoren brood? 1, 2, 3, 4, een paar handjes. Als ik dat op een lagere school vraag, waar ik soms een gastles doe, dan steken de meeste kinderen de hand op. Want wit brood smaakt wat zoeter en is wat lekker en zachter in de mond. Maar wit brood is eigenlijk niet zo gezond of niet zo goed. Volkoren brood is beter. Gaan we het straks over hebben. Wie eet liever geen brood omdat je daar dik van zou worden of ziek van zou worden? Zijn hier mensen die liever geen brood eten? Ik zie één vingertje. Niemand anders? Nog een vingertje? Goeie zaal. Veel mensen die brood eten. Nou, ik ga het daarover hebben. Er is heel veel onzin gaat er rond op het internet. En populaire boeken zoals Wheat Belly, vertaald in het Nederlandse boek Broodbuik, en De Voedselzandloper van Chris Verburg, die hebben talkshows gehaald op televisies en uitgebreid besproken. Lezen heel erg makkelijk. Daar staan verhalen in dat je denkt, nou, dat is toch waar, hè? En in die boeken, die door niemand gecontroleerd zijn op inhoud, dat betekent dat de schrijver kan schrijven wat hij wil, of het nou waar is of niet waar is, staan heel veel dingen waarvan wij als wetenschapper zeggen van, nou, klopt dat nou wel? Is dat nou niet foutief bekeken? Moeten we daar niet naar kijken? Er staat onder andere in dat je van brood eten dik wordt. Gluten zou je dik maken. Van gluten zou je diabetes krijgen, hart- en vaatziekten. Het zou zelfs op je hersenen kunnen werken. Alzheimer, ADHD, epilepsie worden allemaal genoemd als gevolg van gluten eten. Nou, als jullie allemaal brood eten, dan zou je eigenlijk dat allemaal moeten krijgen in de loop van de tijd. Het is best angstaanjagend, hè? Dat wil je dus niet hebben. Dus hoe scheid je nou het kaf van het koren? En dat is heel moeilijk, want er wordt veel geroepen, geloofwaardig, en er zijn heel veel volgers.
onze nationale sprintkoningin, Daphne Schippers. Er kwam recent naar buiten dat zij geen brood meer eet. Want dat zou beter voor haar prestatie zijn. Op aanraden van haar coach. En ik als voedingskundige en ook deskundig op het gebied van voeding en topsport zeg dan, waarom? Waarom geen brood? Hoe kan het dan zijn dat Tour de France wielrenners, die tot 8000 calorieën per dag moeten verstouwen, zoveel brood en pasta eten waar allemaal gluten in zit en zo goed presteren? Maar zij mag het niet omdat het haar slecht zou doen. Djokovic speelt nou in Australian Open. Hè. Toen hij een paar jaar geleden de US Open won, toen zei hij, ik heb nog nooit zoveel energie gehad als nu. En dat komt omdat ik glutenvrij eet. Gluten is good for you. Toen hij gevraagd werd, wat is gluten? Toen kon hij niet uitleggen wat het was. Dus hij vermijdt iets waarvan hij geen idee had wat het was. Maar hij deed dat ook op aanraden van zijn coach. Nou, Djokovic is misschien ontzettend slim. Misschien denkt hij van glutenvrij eten is zo moeilijk. Dan ben je zo zat na een loop van tijd. Dat het misschien helemaal niet goed gaat met je. En als winnaar in het toptennis, ja, al je concurrenten willen hetzelfde. Dus wat jij doet, dat gaan de anderen ook doen. En die Murray volgde hem op. En die ging ook op glutenvrij. Die stond niet in de top 3 van de wereld. En die dacht, dat is goed voor mij. Hij hield het 3 maanden vol. En op het internet kun je het filmpje zien met een interview van hem. Waarin hij zegt, ik ben ermee gestopt. Ik sloeg geen bal meer. Ik had onrust in mijn lijf. Ik voelde me niet meer lekker. Ik kon heel veel dingen die ik lekker vond niet meer eten. En wat betekent dat nou? Nou, helemaal niks. Dit zijn voorbeelden, anekdotische voorbeelden, die al of niet aangehaald worden om te zeggen, gluten is goed of slecht voor jou. Als je die mensen vraagt, wat is gluten? Kunnen ze geen van alle benoemen wat het is, maar ze vermijden het wel. Nou, wat is gluten? Ik zal het jullie maar meteen vertellen. Gluten, dat is een eiwit, dat zit in tarwe. En dat eiwit, dat bestaat uit 2 componenten, glutenine en gliadine. En die 2 componenten, als je die onder invloed van water en zout gaat kneden, dan ontstaat er een elastische structuur. En die elastische structuur die kun je zien in het deeg bij de bakker. En die maakt dat de gassen die door fermentatie in het deeg ontstaan, he, door de gist en door de bacteriën, dat die gasten het deeg niet uit kunnen. Dus het deeg gaat rijzen. Net als een ballon die je opblaast. En steek er geen mes in het deeg, want dan ploft het samen. Net als een ballon die ploft als je er een speld in prikt. Moet je dus niet doen. Maar dat is gluten. Gluten wordt een elastisch eiwit onder invloed van kneden. Gaan we weer even terug naar de oude en de nieuwe graansoorten. Als je naar de oude graansoorten kijkt, en je ziet dat aan de linkerkant van dit plaatje, dan zie je dat er een paar korrels op de stengel zitten. De nieuwste graansoort, het broodtarwe, zie je helemaal rechts. Helemaal vol met korrels. Er zitten veel meer korrels aan, veel meer opbrengst. Dus het is logisch dat de boeren daarvoor kiezen. Economie van de agribusiness. Je kan je ook afvragen, ja, als er zoveel meer korrels in zitten, is dan die samenstelling van dat graan veranderd? Er wordt bijvoorbeeld in broodbuik wordt gesuggereerd dat er in het moderne broodtarwe veel meer gluten zit dan in de oude granen. Door genetische modificatie. Nou, granen zijn niet genetisch gemodificeerd, maar zit er meer gluten in nu dan er vroeger in zat? Nou, er is goed onderzoek gedaan. Men heeft in een consortium, Healthgrain heeft dat geheten, heeft men 150 tarwesoorten waarvan de zaden nog in zaadbanken aanwezig zijn, is men op gaan kweken en die heeft men vervolgens uitgezaaid in een gebied op met groeipercelen die allemaal naast elkaar liggen. Dezelfde bemesting, dezelfde hoeveelheid licht, water, zon enzovoort. Onder die omstandigheden zijn deze granen gegroeid. En als je dan analyseert wat het eiwitgehalte is, dan zie je deze curve hier. Je ziet dat de meest recente granen minder eiwit hebben dan de oude granen. En als je weet dat 88% van het tarwe-eiwit uit gluten bestaat, dan weet je dus dat in de moderne broodtarwe ook minder gluten zit dan in de oude granen. Dus dat is wat wij weten. Dus geen reden om te zeggen, we moeten terug naar die oude granen, want die zijn veel beter. Ook als we naar voedingswaarde kijken, hè, er zijn fervente voorstanders van oude granen, veel beter voor ons, dan blijkt dat niet zo te zijn. Als we kijken naar het gehalte in voedingsvezel bijvoorbeeld, dan zie je op dit plaatje een rode kolom. En dat, als je kijkt naar de bovenkant, dat is de maximale waarde die waargenomen is, de onderkant de minimale waarde. En rechts daarvan zie je gele kolommetjes met oude granen, waaronder spelt, hè, einkorn en emmer. En als je daarnaar kijkt, dan zie je eigenlijk dat die balkjes elkaar overlappen, horizontaal. Er is met andere woorden, hè, broodtarwe is best goed. Er zit niet minder vezel in, maar ook niet aanzienlijk meer dan in de oude granen.
zijn die oude granen dan duurzamer? Dat wordt vaak gezegd van spelt, hè, dat in Nederland zo hip is. Spelt zou veel duurzamer zijn, want daar heb je geen pesticides voor nodig. Nou, prachtig onderzoek in Duitsland hebben ze ook op meerdere groeipercelen hebben ze die oude granen laten groeien ten opzichte van de nieuwe graan en vergeleken hoeveel opbrengst dat nou geeft. En op dit plaatje zie je broodtarwe links staan, dat is de opbrengst. En helemaal rechts zie je het oude einkorntarwe. En middenin, het tweede balkje, dat is spelt. En als je daarnaar kijkt, oude einkorn is maar 25% opbrengst van het moderne broodtarwe wat we nu hebben. Met andere woorden, als we terug zouden willen naar de oude, dan hebben we een landbouwareaal nodig dat minstens 4 keer zo groot is als we nu hebben voor de tarweteelt. Nou, zoveel ruimte hebben we niet op aarde. Dus we kunnen helemaal niet terug uit overwegingen van duurzaamheid. En uit overwegingen van gezondheid is er ook geen reden. Kom ik terug bij de vraag, zijn we straks allemaal allergisch voor tarwe? Nou, allergie, dat is een woord dat staat voor een bepaalde ziekte. Er zijn intoleranties voor tarwe. En één daarvan is celiakie. Celiakie, dat is een aandoening van de darm die ontstaat door het eten van gluten. Daar ben je gevoelig voor. Daar moet je een erfelijke aanleg voor hebben. Afhankelijk van het land waar je woont is dat 20-40% van de bevolking dat die aanleg heeft. En van die 20-40% van de bevolking ontwikkelt ongeveer 2-3% celiakie. Als je wereldwijd kijkt is dat 1% van de bevolking. Dus 1 op de 100 mensen ontwikkelt celiakie. En omdat niet iedereen gediagnosticeerd is, is het misschien het percentage wat hoger dan 1%. Maar 1% zien we wereldwijd. Het is een ziekte waarbij de darmfilie, de darmvlokken, die zie je hier rechts staan op dit mooie plaatje, worden afgebroken in een immuunreactie en wat dan ontstaat is een vlakke darm zonder darmvlokken. Dat geeft spijsverteringsproblemen, je krijgt diarree, je krijgt een opgeblazen gevoel en je krijgt een slechte voedingstoestand, want je neemt minder voedingsstoffen op. Nou, de enige manier om daarvan af te komen is je leven lang geen gluten meer eten. En dat is wat deze mensen met celiakie moeten doen. Geen gluten meer eten, dus geen tarwe, geen rogge, geen gerst en ook geen spelt. Daar zit allemaal gluten in. Maar andere alternatieven waar geen gluten in zit, amarant, millet, mais, ja, tef uit Afrika bijvoorbeeld. Naast celiakie zijn er andere aandoeningen. Tarweallergie. Celiakie, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is geen allergie. Tarweallergie uit zich in astmatische klachten of in huidklachten. En dan hebben we sinds kort iets wat men ontdekt heeft bij mensen met een prikkelbaar darmsyndroom. Namelijk dat sommige mensen met een prikkelbaar darmsyndroom gevoelig zijn voor componenten uit tarwe. En we weten nog niet welke componenten dat precies zijn. Er wordt veel onderzoek naar gedaan. Wat het moeilijk maakt. Maar een paar procent van de mensen met een prikkelbaar darmsyndroom heeft een tarwegevoelige darm. En het enige om daar goed mee om te gaan is een hele tijd geen tarwe meer te eten. Dan weer beginnen, kijken of de klachten terugkomen. Maar voordat je dat gaat doen, zou je wel moeten uitzoeken of je geen celiakie of geen allergie hebt. Dat betekent je moet een goede medische diagnose hebben. En je moet vooral geen zelfdiagnose stellen van ik zal wel gevoelig zijn voor gluten. Want het is heel erg beperkend. Je mag heel veel niet meer eten en het heeft consequenties voor je voedingsstatus. Dus daar moet je niet aan beginnen. Tenzij het strikt nodig is. Kom ik terug bij volkoren, de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie, het Nederlandse Voedingscentrum. Wat is volkoren? Nou, dan moeten we eigenlijk naar de tarwekorrel kijken. Als je naar de tarwekorrel kijkt, dan zie je aan de buitenkant 1 laagje zitten. Dat noemen we de voedingsvezel, dat is de zemel. Tegenwoordig kun je zemelen kopen, hè? Dus je kan ze van de korrel afhalen. Bovenaan heb je een rood vlakje, dat heet de kiem. En die kiem, daar zitten onverzadigde vetzuren en vetoplosbare vitamine in. Als je kijkt naar die voedingsstoffen die hier staan, dan zit het meeste in de zemel en in de kiem. Dus als je die twee verwijdert, dan houd je over het witte tarwebloem. Dat is eigenlijk een leeg iets, dat is zetmeel en eiwit, maar de meeste van deze voedingsstoffen zijn eruit. Dat is eigenlijk lastig. En in moderne malen kunnen we die stromen scheiden, omdat dat vet in die kiem snel ranzig wordt en volkorenmeel niet goed houdbaar is. Dus daarom isoleert men dat en dan kun je naderhand de tarwekiem terugvoegen bij de witte bloem. Verse tarwekiem bij de witte bloem kun je het langer bewaren, kun je opnieuw volkorenbrood maken. Nou, hoe weet je nou of brood volkoren is? Dat is een hele lastige. Hè? Ik heb hier 2 prachtige broodjes. Hè? En als ik jou nou 2 sneetjes geven. En ik doe datzelfde met jou. 2 sneetjes. En dan ga ik nog naar die kant. Dan geef ik ook nog 2 sneetjes hier.
Twee sneetjes aan jou en twee sneetjes aan jou. Nou, steek eens omhoog welk sneetje dat je denkt volkoren brood is. En waarom denk je dat dat volkoren brood is? Nou, ik eet thuis altijd volkoren brood en het lijkt qua kleur er weer op. En dat andere? Het andere is donkerder, ik weet niet wat het wel is. Ja, maar dat is heel goed dat je dat zegt. Er zijn veel mensen die hierin stinken. Het meest verkochte brood in de supermarkt in Nederland, dat is een bruin gekleurd wit brood. En hoe weet je dat nou of iets volkoren is? Nou, dan moet het op de verpakking staan. Maar het tweede wat je kan checken is dat er meel op moet staan. Meel betekent altijd volkoren meel en bloem, ja, tarwebloem, dat is dus witte bloem. Als je op de verpakking van deze kijkt, dan staat er tarwebloem op. Dat is witte bloem. Er is kleurstof bij gedaan en dat kan met gebrande mout kun je dat doen. Dus je moet goed kijken op de verpakking. Het is belangrijk om te weten, want als je kijkt naar het voedingsstoffengehalte, is er een enorm verschil. Op het volgende plaatje kun je zien dat als we alle voedingsstoffen of een aantal voedingsstoffen in volkoren op 100% zetten, dat zijn de groene balkjes die je hier ziet verschijnen, en je kijkt dan hoeveel van die voedingsstoffen in procent nog aanwezig is in de witte bloem, dan zie je die gele balkjes. Nou, dan is het of bijna niets of heel erg weinig. Dus wit brood is eigenlijk wat sommigen noemen lege calorieën. Er zijn heel veel voedingsstoffen uitgehaald. Ze moeten terug naar volkoren. Recent zijn er twee hele grote meetings geweest van expertgroepen. Het Carbohydrate Quality Consortium in Rome, waar ik bij mocht zijn. En de World Grain Summit in Wenen, waar ik ook bij mocht zijn. De conclusie daar was dat als je één goede maatregel kan nemen om gezonder te gaan eten, is het naast groente en fruit regelmatig overschakelen op het eten van volkoren brood en het witte brood achterwege te laten. Want het blijkt dat mensen die veel volkoren groente en fruit eten, tot ruim een derde tot 40% minder risico hebben op chronische ziekte. En dat zegt nogal wat. En dat is wat anders dan in broodbuiken en de voedselzandlopen staat dat je ziek wordt van het eten van granen, waar volkoren bij horen. Dus, zijn we straks allemaal allergisch voor brood? Ik denk het niet. En dat gezegd hebbend, geniet van volkoren brood en een lekker plakje kaas of iets lekkers erop. Dat is hartstikke lekker en super gezond. Dank je wel.